Juiste struisvogel. De bedoeling is om op het dier te gaan zitten, een rechtstuk te rennen en aan het einde een suikerbiet zo ver mogelijk weg te gooien. De grootste afstand telt voor de overwinning. Er is echter één probleem. Alleen de beesten zijn zo dom als wat. Je kunt wel zien aan het einde. En een paar dichte hekken neergezet. Zodat die struisvogels een idee hebben van wij kunnen niet verder. Die lopen gewoon door. Ja, die lopen gewoon door. Dat zijn ze dom als wat. Dus ja. Dus ze beloven heel spektakel. Ze beloven heel spektakel te worden, ja. Dit is de wedstrijdbeet. Ja, inderdaad. De speciale wedstrijdbeet. Ah, ik zie een nieuwe Olympische sport waarschijnlijk voor de komende jaren. Ja, maar goed. Ah, je ziet de beest hartstikke mak. Ja, hij pikt niet, zeg maar. Nee, hij pikt niet. Wie heeft al ooit op een struisvogel gezeten? Nee. Ik denk voor de eerste keer, of niet? Ja. Hoe is het met de spanning? Ja, maar hij zag er vrij gevaarlijk uit voor mij. Maar... Ja. Struikelvogel. Ja? Ja. Nee. En dan stijgt de spanning ten top. De struisvogel gaat de strijd aan met de eerste deelnemer. En deze man in het rode shirt mag het spits afbijten. Hij was de winnaar van vorig jaar toen hij de beste was op een ezel. En van daaruit de suikerbiet het meest ver wist te werpen. Hoe gaat hem dat af op de struisvogel? We gaan kijken. Daar komt hij dan, de eerste deelnemer aan deze suikerbietwedstrijd. En daar ga je gelijk al met je kop in het zand, wilde ik zeggen. Dat is dus een stuk moeilijker dan op een ezel. Ja, dan laat je de biet liggen, daar gaat het om, meneer. Prima wat u nu doet, maar dit is in de categorie spek en bonen op deze manier. En inderdaad, u ziet het scherm staat er niet voor niets. Want anders was de struisvogel doorgelopen. Nog één keer dit moment, boem! De struisvogel rolt soepel door en kan weer opstaan. En in een tweede manmoedige poging gaat deze man proberen om nu wel te blijven zitten. En dat lijkt goed te gaan. Dat gaat prima. En dan bij de tonnen moet worden gegooid en dan kan de afstand worden gemeten. Boem, ja ja. De eerste score is gezet tussen ton 1 en 2. Er zijn nog mensen die zeggen van laat me zitten, ik doe het niet meer. Ja. Volgas. Wie is oké? Ja, viel mee? Ja, jawel. Ik prima. Nummer 2 dan. Iets achteroverhellend, toch maar weer gaan zitten en ja, normaal heeft er een liedje over gemaakt. Het is een kwestie van balans en die balans heeft hij nu gevonden. Ga doorlopen, maar dan moet je oppassen dat je die vogel wel op het juiste spoor houdt. Want hier lijkt hij toch iets de hekken in te gaan. Oh, ja ja. Nou, het suikerbietje komt te vallen, maar dit kunnen we geen score noemen, toch? Toch is dit een leermoment voor de volgende deelnemers. Deze man heeft moeilijkheden aan het begin, maar weet desondanks de balans goed te houden. Het rijden, moet ik zeggen, ging hartstikke goed. Ja, maar het vasthouden is wel heel moeilijk. Maar het werpen van de suikerbiet, dat was minder, hè? Je hebt geen handvrij, dus... Nee. Hey. Jij viel tegen? Ja, moeilijk. Wat is je eerste reactie nou? Hij is wel groot, hè? Ja, ik vind het niet leuk. Oh, wat een raam. Ik moet even kijken. Hier zit. Je zou het kunnen vergelijken met bokspringen. Ooit gedaan op school. Over de bok en dan naar het volgende onderdeel. Maar dan moet je wel eerst over de bok, in dit geval over de struisvogel. Poging nummer 4. Wat een ramp, hè? Plezier maakt. Hop, ja, dit lijkt goed te gaan. Gezegd moet dat de struisvogel een hele sterke rug heeft. Nee. Maar ook een gladde. Zit je? Ja, mevrouw, mooi blijven zitten. Niets aan het handje, mooie kaas legt de rug. En daar gaan we dan. Hop, 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 hop. Einde oefening. Nou, nou zeg. Oh, dan gaan we er. Was dit één keer nooit weer? Ja, dat was één keer nooit weer. De struisvogel staat te boek als de snelste loopvogel ter wereld en u krijgt hier een demonstratie. Oh, wat gaat dit mooi. Wat gaat dit soepel. Wat gaat dit prachtig en hoe gaat het met die suikerbiet? Waar gaat die naartoe? Oh ja hoor, dit is een score. Maar bovenaan op dit moment? Of niet? Ja, zo denk ging ik sta denk ik bovenaan. Kijk. Tenzij de 3 telt voor nummer 3. Ja. Maar ik heb er een goed gevoel over. Nou, super.
Berekenend gedaan. Het niveau gaat omhoog. Want kijk naar de tactiek van deze man. Niet achter op de vogel, maar voor op de vogel. En dan gooien. Ja, dat doe je wel goed. Alleen geen eerste plek. Beter rijden dan gooien. Zo kan het ook. De balans maar weer eens zoeken. 1, 2, nee. Ja, de vogel blijft wel parmantig lopen en lachen. Deze man ook nog steeds. De wedstrijd biedt in de handen en dan op naar poging nummer 2. Ja, de struisvogel is een zware vogel, maar het accepteert niet altijd het eigen gewicht op de rug. Dat wordt hem niet, hè? Nee, dat wordt hem niet. Het cameraatje op het voorhoofd is bewust geplaatst, want hier kunt u zien wat de strijd is als je op de vogel zelf zit. Dit is een aardige poging, hoor. Mooi gedaan. Ja, het is een van de kanshebbers. De volgende, ik zei het al, het niveau stijgt. Ook de vogel krijgt veel meer vorm op dit moment. En ja, deze man is er enorm mee bezig. Het lijkt erop dat hij ook andere dingen doet op die vogel, maar hij blijft in ieder geval wel zitten. Ja, dit gaat mooi. Dan gooien, boom. Ja, dit zijn toch de mannen die het moeten gaan doen. Ziet ook de vogel die breed lachend terugkomt. De gebloemde schoentjes. Lange haren wapperend in de wind. Wat gaat dit worden? Dit is een mooi beeld. Pas op voor de hekken, pas op voor de hekken. En dan is het gedaan. En tijd voor een diepgaande analyse. Ik leer er vanaf. Ja. Er is er geen hou meer aan. En toen dacht je op plaats van, laat ik ook nog maar even die suikerbiet ja, voor werpen. De vorm. Oh ja, we gingen boven verwachting. Kijk. De suikerbiet nog intact. En ja, dan de tactiek van de voeten naar voren. Deze man lag breder dan de struisvogel. Daar gaat de suikerbiet. En daar gaat de man. Met de kop in het zand. Struisvogelpolitiek. En dan deze. Ho, naar links. Ho, naar rechts. Alsof hij met een roeiboot over de Nijl gaat. En dan is het gedaan. Oh, dat ging mooi. Ja? Ja. Ik dond er alweer halverwege af, man. En het werpen? Ja, die heb ik maar niet gehoord. Kijk eens naar dat gespannen kopje, want de spanning stijgt ten top. Hoe lang gaat deze man het volhouden? Op deze parmantige struisvogel, 0,4 seconden. Dank u wel. Poging nummer 2. De suiker biedt mee. De hekken open en dan... Ja, dit noemt men het kaartenhuisprincipe. Zo zakt het in elkaar dus. Nog een keer dat moment. Ja, eens gaat ook een struisvogel onderuit. Ja, dit is goed gedaan. Pakt prima de balans. Gaat even in de hekken, maar heeft nog steeds die biet vast. Moet dan gaan gooien. Gaat ook gooien en doet dat op het moment dat die valt. Dit zijn hele goede scores. Uitstekend gedaan. Dit is een van de kanshebbers. Maar er is concurrentie. Er is nog concurrentie. Het hek wordt even... Maar daar gaat de biet. Daar gaat de biet. En ook dit is om des keizers paard. Want met strontjes kun je wel gooien. Alleen heb je dan geen score. Ja, ik heb wel in. Ja, lopen gaat prima. Het ging, de rij ging goed. Alleen jammer, de biet was ik al kwijt voordat ik weg was. En ik denk dat dat toch wel de enige probleem heeft veroorzaakt in de afloop. Ja, kom maar. Ja? De volgende deelnemer. Ja, lijkt wat moeilijk weg te gaan. Ja, oh, pas op voor die hekken. Ja, daar ga je. Ippon, vol punt voor de vogel. Ja, dan kun je nog wel gaan gooien, maar daar heb je niet zo heel veel aan. Mooie uitdaging. Je ging even flink ondersteboven, ja. Hè? Ik zag het gelijk aan gebeuren en ik ging verder naar voren en ik zag het aankomen. Ja, je voelde het aankomen inderdaad? Ja, absoluut ja. Ja, maar hoe ik was dat als een mooi zegt. Ja. En hoe ging het werpen? Ja, ik moest naar die tijd werpen, maar ik kwam niet dicht genoeg bij. Dus. En dan is de conclusie? Maar ik moet zeggen dat heel veel mensen er moeite mee hadden om dicht bij de ton te komen met de struisvogel. Ja, want volgens mij vanaf een ezel is het wat stabieler, hè? Van de ezel is het wat stabieler en vanaf de kameel is het ook wat stabieler. En dat heeft denk ik met de snelheid te maken en met het hobbelen van een dier. En dan de apotheose. De winnaar, denk ja, van een suikerbietwerpen, is geworden Twas Gokker. Geef hem een applaus.
Zwan, gefeliciteerd. Ja, bedankt. Winnaar, ja. Dat had je niet kunnen denken, hè, toen je hier vanmorgen aan begon. Dat had ik zeker niet gedaan. Nee, nou geweldig. Ja. En nou probeer om volgend jaar de titel vast te houden, gewoon, zeg maar. Gewoon door blijven gaan. Ja, hè? Kijk, nou hier Pino staat achter je. Pino, gouden duo, hè? Gouden duo.